Lekker sfeertje hoor. In het Cambuurstadion. 9 uur, dat is betrekkelijk laat. Maar ja, dan heb je ook genoeg tijd gehad om je voor te bereiden en te verheugen. Die dus, zoals we zien, in het teken staat van Pieter Bos. Niet alleen vanwege zijn ereronde, vanwege het fantastische spandoek van 1,10 meter breed. Maar ook vanwege de shirts die de spelers dragen voordat ze het wedstrijdtenu laten zien met daarop de tekst. Pieter, bedankt. Verschrikkelijk toch dat Pieter Bos, talent onder de lat bij Cambuur, nooit alles heeft kunnen laten zien door de hartafwijking die bij hem werd geconstateerd. 8 wedstrijden, daar blijft het bij. Een emotioneel moment voor de keeper. 25 jaar is hij. Goed gevuld uitvakkie. Zij zullen hopen op de tweede winst van Vitesse dit seizoen. Cambuur start met Virginia op goal achterin. Bangura terug. Schmid blijft de rechtsback. Van Wermerskerken zit daardoor op de bank. Paulussen blijft ook in de basis staan. Als nummer 10. Dat betekent dat Hoedemakers ook teruggekeerd van een schorsing op de bank moet beginnen. Daar was hij het niet mee eens. Maar goed, hij moet er maar mee dealen. Mambimbi de linksbuiten voor de tweede keer vanaf de start dit seizoen. Scherpe op goal achterin. Ferro nog steeds. Meulensteen keer terug in de basis. Hayek begint op de bank. Vidovic de nummer 10. Flamingo en Tronstad wat meer de controleurs op het middenveld. Kozłowski is dat toch eigenlijk ook. Maar ja, hij mag op de plek van Balen Frederiksen gaan spelen. Die toch ook niet een echte rechtsbuiten is. Dat wordt interessant om naar te kijken. Biawek in de spits. Fit genoeg om te starten. Dat was een twijfelgevalletje. En hetzelfde wat voor Kozłowski geldt. Geldt natuurlijk ook voor Bero. Dat is geen echte linksbuiten. Maar hij staat er toch weer. Allemaal onder het toeziend oog van de nieuwe assistent Theo Jansen. De nummer 2 op de ranglijst aller tijden als het gaat om duels voor Vitesse in de Eredivisie. Van der Water. Achter Jacobs, maar zeker niet achter Van Kaam. Mambimbi. Dat was een goede voorzet. Net te scherp voor Oldrikis. Het eerste echte gevaar voor de goal van Scherpen. Het eerste echte gevaar dus voor de ploeg van Henk de Jong in de positieve zin van het woord. Biawek niet. Ferro dacht ook aan koppen. Misschien kan hij dat nog steeds wel. Virginia werkt die bal maar half weg. Maar heeft hem nu klem vast. Vraag niet hoe. Daar komt Cambuur heel goed weg. Ferro stond nog te balen van het feit dat hij zelf niet kon koppen, maar had zich misschien ook nog wel in dit duel kunnen mengen. Kwartier gespeeld en wat dan toch het meeste opvalt, het merendeel van die minuten, is dat Bero wat meer als de 10 speelt bij Vitesse, dat Vidovic wat meer aan de linkerkant uitkomt. Pogingje van der Water. Biawek, Vidovic, naar zijn rechter, gaat die bal uiteindelijk naast, maar is dat toch weer een mogelijkheid voor Vitesse. En dat krijgt geen hoekschop, daar had iedereen wel op gerekend. Gerrits geeft hem niet. Witek, inswingen, verlengen en scoren. Vitesse op voorsprong en Flamingo viert zijn tweede doelpunt van dit seizoen met de meegereisde fans vanuit Arnhem. De vraag is alleen of het buitenspel is. Het is heel erg lastig te zien op deze manier. Je bent geneigd te zeggen dat Flamingo daar wel het voordeel van de twijfel krijgt. Hij tikt hem toch knap binnen. In de voorwaartse beweging. Op een flinke snelheid. Tronstad staat misschien ook wel buitenspel, maar die doet niet aan het hele spel mee. Het is gewoon een doelpunt, dus kan er nog een keer gejuicht worden. Paulussen probeerde Jacobs te bereiken. Nu is het oppassen voor de omschakeling. Met Flamingo. Biawek, hakje. Goed gespeeld hoor door Vitesse. En Bero kan voor 2-0 gaan, maar het is geen penalty. Het is een schwalbe van de aanvoerder en die gaat geel krijgen. Leek op volle snelheid. Speelde de bal misschien wel iets te ver voor zich uit. En als hij dat zelf ook gedacht heeft, was dit wellicht de noodgreep. Dan maar naar het kunstgras. In de hoop op een penalty.
Van der Water. Uitstekende bal. Paulussen, Jacobs en bijna de gelijkmaker. Meulensteen tot twee keer toe. Misschien wel de wake-up call geweest. Niet die 0-1, maar dat Schwalbe moment. Paulussen. Mambimbi. Oldrikis op zoek naar zijn eerste goalaandeel dit seizoen. Vidovic. En dit is wel een penalty. Geen enkele twijfel bij Gerrits. De bal gaat op de stip. Een knappe actie op de achterlijn. Gabriel Vidovic. Schmidt in de achtervolging. Dat is eigenlijk al vasthouden. En dan is dit net wel net niet op het randje. Erbuiten, erbinnen. Ja, zeg het maar. En geeft een vrije trap. Dan is het er dus toch net buiten geweest. De VAR is overtuigd. Witek. Biawek helemaal mis. Uiteindelijk Doker Schmid die de bal wegkopt. Biawek echt helemaal misgeschoten. Dat zal misschien ook wel wat met het kunstgras te maken hebben. Die bal anders opstuit. Arcus. Kozłowski. Arcus, randje buitenspel. Vlag blijft naar beneden. Witek. Met een schuiver. Naast de goal van Virginia. En Scherpe die op de verkeerde manier landt bij het vangen van de bal en meteen vraagt om verzorging. Het keepersprobleem van Vitesse dit seizoen. Een keeper voelt toch vrij snel wel of het goed of fout is. Het leek zo'n makkelijke vangbal zoals zoveel ballen voor Scherpe tot nu toe dit seizoen. Reiziger er dus in. Die keepte dit seizoen wel geteld één wedstrijd toen die van Letsch de voorkeur kreeg. Boven Houwen en Scherpen er nog niet was. Dat was de uitwedstrijd tegen Groningen. Een wedstrijd die met 1-0 werd gewonnen. Nu geen 90, maar 35 minuten en een beetje. Kozłowski. Nog een keer. Richting Van Berel. Biawek laat het aan Berel. Had ook met zijn eigen aanname te maken. Prima tackle van Tronstad. Biawek. Berel. Toch wel wat twijfels achterin bij Cambuur. Dat ziet er allemaal niet heel gestroomlijnd uit. Witek. Schiet er van afstand, Witek. En een ruime meter naast de goal van Virginia. Vitesse gaat verder waar het gebleven is in de tweede helft. Het creëert zo af en toe een kans. Het is minder slordig dan de thuisploeg. Marcus. Kopbal van Bero. Van Kaam. Bangura met een gelukje, want Van der Water leek die bal kwijt te zijn. Bangura. En de kans. Wel degelijk voor Hoedemakers. Doorgaan, zegt Gerrits. Kozłowski er vandoor.
Kozłowski kan zelf gaan schieten. Kozłowski! En 0-2. De rode loper werd voor hem uitgelegd. Uitgerold. En die rode loper eindigt met een gouden moment voor Kasper Kozłowski. De 18-jarige Pool maakt zijn eerste Eredivisie goal. Voorsprong verdubbeld. Cocu met nog een kwartier te gaan op weg naar zijn eerste driepunter. Wittek krijgt die bal gewoon nog terug. En dan zit Virginia mis. En is het schieten maar, schieten maar, schieten maar en scoren maar. Tronstad maakt hem. Vitesse leidt met 0-3. Op Rozen voor de tweede driepunter dit seizoen. Bero. Bero tegen de paal. Om het feest nog feestelijker te maken. Breij. En daar de kans. En Reiziger die hem heeft. Breij nog een keer. En nog een kopbal. En die gaat dan over. Is dat geen hensbal? Is dat geen hensbal? Ik dacht heel even dat daar de hand Ferro de lucht in ging. Nee, het is de bovenkant van de lat. Paulussen. Hoedemakers. En bij de tweede paal. Een bal nog even gluren. Vitesse wint met klinkende cijfers van Cambuur. Voorafgaand had je gedacht, Cambuur 4 punten uit de laatste 2 wedstrijden. Vitesse 0 uit de laatste 2 en de eerste 2 onder Cocu. Dat kan nog wel eens een heet avondje gaan worden, maar dat werd het eigenlijk niet. Cambuur kon helemaal geen vuist maken. En Vitesse wint dan vrij eenvoudig hier in het Cambuurstadion.